Het gebouw is uit 1938. Het is door werklozen in elkaar gezet, helemaal gebouwd, totaal uit hout. En de afgelopen jaren is er weinig aan onderhoud gebeurd, want het is een houten gebouw, dus hout rot. En ja, het is wel te zien dat er nu echt onderhoud nodig is. Het is een heel bijzonder gebouw, dat zullen we zo zien als we naar binnen zijn. Het is heel groot, multifunctioneel. En het is eigenlijk gebouwd voor de kinderen, de jonge lui die hier op kamp waren. Dat als het regende, dat ze dan binnen konden schuilen en konden spelen. Het is een soort evenementenhal. Ja. En hij is gebouwd in opdracht van de arbeidersjeugdcentrale, net voor de oorlog. Wat maakt het pand zo bijzonder? Het is heel bijzonder omdat die zon is natuurlijk wel heel apart. Het zag er vroeger heel erg mooi uit. En je kunt ook zien dat de zijkanten die zijn naar binnen toe. Het is een ontwerp van de Amsterdamse school. En ja, dit is een uniek gebouw in heel Nederland, bestaat er zoiets niet. Dus ja, dat maakt het wel heel bijzonder. En natuurlijk ook omdat hier duizenden mensen hun vakantie hebben gevierd, op kamp zijn geweest. En dat maakt het heel bijzonder. En wat maakt dat u zich ervoor inzet? Ja, ik heb door de bedrijfsleider ben ik gevraagd om me er een beetje tegen aan te bemoeien. Ik heb mensen gezocht die daar belangstelling voor hadden. Dat waren vooral oudje AJC'ers. We hebben een werkgroepje gevormd. En in 2007 hebben we meegedaan aan het programma van de AVRO, de restauratie. Dat hebben we niet gewonnen, maar dat was wel het begin van we moeten iets doen om die hal in stand te houden, te zorgen dat die blijft staan. De twee oud-AJC'ers die in de werkgroep hebben gezeten, die leven niet meer. Dus ik heb hen gezegd, ik zet jullie werk voort. Ik wil gewoon dat het goed komt met die zonnehal. Wat mooi. Dus vandaar. Ja. En er is na die wedstrijd een crowdfunding gestart. Ja. In 2012 en 2014 is een deel van de hal gerestaureerd. Ja. Om te zorgen dat die kan blijven staan. Klopt. En wat moet er dan nu verder nog gebeuren? Nou, de voorkant wordt nu gerestaureerd omdat de Paasheuvel 100 jaar bestaat. En dan de deurpartij links en rechts en de grote deuren in het midden worden gerestaureerd. En de hele zon. Dat wordt helemaal opnieuw gemaakt. En zoals het er nu uitziet wordt het straks weer, maar dan wel compleet nieuw. En in de mooie kleuren van de jaren 50. Dat is de hoogtijdagen van de AJC en de zonnehal. Dus die kleuren komen straks ook weer terug. Ja. En het is een rijksmonument geworden? Het is een rijksmonument sinds 2001. Samen met de twee andere monumenten die op dit terrein staan. Dus ja, heel speciaal. De Rijksdienst vindt ook dat het een heel speciaal gebouw is. Maar goed, we moeten er samen wel wat aan doen. Want dat geld komt natuurlijk niet voor niks naar binnen. Nee. Dus we moeten zorgen dat we de zonnehal weer een oude glorie herstellen.